Het spreken van de waarheid, het manifesteren van wat je spreekt. Alles wat je uitspreekt heeft vibratie. Light up some sage and I meditate. Crystals got me vibing, energy is rising. I'm elevating. Take a deep dive with me. Open your eyes and see. Hello beautiful people, het is je girl Neno. Welkom bij de channel. Deze channel gaat over spiritualiteit, manifestatie en vandaag wil ik het hebben over een edelsteen. Het is de Amazoniet. De Amazoniet heeft een beetje een groen-blauwige kleur en het kan verschillen van licht naar donkergroen-blauw. De element die erbij hoort is lucht. Lucht, wind, storm. Eigenlijk storm niet echt, want het geeft je een calmie vibe. Het is een kalmerende steen die je vibratie weer op een alignment brengt van rust. Wat ik voel met deze steen is dat ik zoek meer water op. Ik ga naar de zee, naar het IJsselmeer is hier in de buurt. Badje pakken, zelfs in de regen staan vind ik nu heerlijk. Ontvang de downloads die de universe kan geven. De chakras die erbij horen zijn de hartchakra en de keelchakra. Het voelen vanuit je hart en dan weer het uit kunnen spreken van die gevoelens. Dat is wat de Amazoniet met je doet. De sterrenbeelden die bij Amazoniet horen zijn de maagd en de vissen. In het Oud-Egypte werd Amazoniet gezien als een symbool voor rijkdom en voor vrouwelijke kracht. Ik kan het een beetje vergelijken met Carniol. Carniol is een rode steen en dat stond ook in het Oud-Egypte voor kracht. Alleen dan zie ik het meer als een vurige kracht. En omdat deze meer blauw is, meer calmie vibe, dat is meer de kracht van de ocean. En de carniol meer de kracht van het vuur. De Amazoniet helpt bij het zelfhelend vermogen van de body. Wanneer je net uit het ziekenhuis komt of een moeilijke periode achter de rug hebt lichamelijk, hou deze bij je als een ketting, als een armband. Dan ga je zien dat het zelfhelend vermogen van de body meer gaat werken, meer activeert. De Amazoniet helpt ook heel erg goed voor slaapproblemen. Leg het naast je nachtkastje, leg het onder je kussen. Je kan zien dat de energieën wat meer positief worden en dat de negatieve energie kan weghouden. De Amazoniet wordt algemeen ook gezien voor het blokken van negativiteit of het boze oog van andere mensen. De Amazoniet komt niet van de Amazon River, maar heeft wel de naam ervan. Hij wordt meer gevonden in Rusland en in Amerika. Als jij het moeilijk vindt om voor een klas te staan, om een spreekbeurt te houden, met familie of vrienden over moeilijke onderwerpen te praten, hou een Amazoniet bij je. Je gaat zien dat de gesprekken beter gaan vloeien. Manifesteer wat je spreekt. De Amazoniet staat voor het manifesteren van wat je spreekt. Spreek positieve dingen uit. Doe good affirmations elke dag. Je gaat zien dat dat gaat helpen. En vooral als je de Amazoniet bij je hebt. Ai, het was je girl Neno. En als je hier wat aan had, like, share en subscribe aan de girl. Heb je ook een Amazoniet liggen? Wat doe je ermee? Heb je het als ketting, armband? Of leg je het naast je nachtkastje? Laat het weten met een comment hieronder. En ik zie je met de volgende Crystal Talk. Ciao, ciao.